Welkom op het Wilhelminaplein, beter bekend in de volksmond als het Saailand. En wat mij betreft, vanaf vandaag, bij iedereen bekend als het Island. En waarom dat zo is, laat zich makkelijk raden. We hebben heel wat opmerkingen gehad de afgelopen 2 dagen. We hebben heel veel opmerkingen gehad over wat het misschien zou kunnen gaan worden, of wat het misschien al was. Wat de bedoeling was, of het een spel was, hoorde ik vanmiddag. Of het met bevrijdingsdag was, maar te laat klaar. Of dat er misschien een andere betekenis aan zat. Maar het belangrijkste is dat er veel over gesproken werd. En hopelijk ook wordt. De drachtste kunstenaar Henk Hofstra gaf uitleg over het eindresultaat. Ja, ik ben niet zo gewend om in een microfoon te spreken. Ik ben ook niet gewend om een toespraak te houden. Ik doe het liever zoals jullie het hier nu allemaal zien. Maar het is inderdaad zo, vorig jaar en ja, eigenlijk al tijden, als je dan iets las over Leeuwarden, dan ging het heel vaak over het Saailand. Al een verkeerde benaming, want het is het Wilhelminaplein. En dan las je over referendum en er kwam bijna niemand. En als ze dan wel kwamen, dan waren ze weer tegen. Maar waar ze dan tegen waren, dat wisten ze dan ook weer niet. Het was altijd reboelje. Ja, eigenlijk het resultaat, dat is er nu. Wat ik nog wel even moet zeggen, wat, daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is die poppetjes die hier allemaal staan. Kijk, en die poppetjes die illustreren eigenlijk al die verhalen en al die ideeën die over dit plein bestaan. Als ik het goed heb, is er nu inderdaad een beslissing genomen en is het ei inderdaad gelegd. Dan moet ik nog één ding doen en dan ga ik weer terug naar Drachten. Dat is, ik moet ergens mijn handtekening zetten. Dat is het laatste wat ik altijd doe. Dus ik ga nou even een plekje zoeken en daar ga ik met spuitbus mijn handtekening op zetten. En dan moet Yvonne, en dan zet Yvonne haar naam er ook bij. En op dat moment is het van Jim Leeuwarders van de gemeente hier. Dankjewel. Nou, er is nog maar één Yvonne die dit mag doen, of niet? Nou, we zetten er een punt aan. Ja.